Kom hier bij mij. Fenne, sluit je even aan. Deze kant wel. Hals. Hals. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ik ben op 1. De nummers 2 doen een stap achteruit. De nummers 1 doen een stap vooruit. En wij gaan een bewegingsserie maken. Ik leg uit hoe het gaat. Ik doe bijvoorbeeld bra. En we doen allemaal dra. Doe maar even. Ik doe dra. Allemaal dra. Bart neemt mijn geluid en gebaar over en doet er iets bij. Bijvoorbeeld, doe dat eerst eens, bra. En maakt er iets bij. Snap je hoe het gaat? Dra, droe. En dan maak jij iets erbij. Dra, droe, en hoe wil je dat? Dra, droe, ik. Verder? Dra, droe, a. En hoe wil je? Dra, droe, a. Begin dan vooraan. Dra, droe, a. Dra, droe, i, a, olé. Dra, droe, i, a, olé. Oeh. Dra, droe, i, a, olé. Oeh. Dra, droe, i, a, olé. Oeh, 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 bang. Dra, droe. Ik begin weer. Ha. Anna. Ha. Jij doet ma en doet iets erbij. Ha. Bo. Ha. Bo. Ha. Bo. Ha. Bo. Fietsbellen. Oh ja, je koopt fietsbellen. Want die kunnen
kunnen ze in Amerika niet maken. Daar hebben ze niet zo heel fietsen. Dus ik kom naar Holland om heel veel fietsvelden, ja, en zeker fietsvelden te kopen. En tegelijk maak ik dan even een toertje door dit kleine kikkerlandje. Je bent in één dag hier doorheen, hè? In Amerika is het veel groter. En daarom heb ik die fabrikant ook opgegeven om niet zulke kleine fietsbellen te maken, maar zulke. Want onze straten zijn ook veel groter, hè? Dus ja, bigger, ja. Yeah. En daarom hebben wij ook van die hele grote fietsbellen nodig, ja. En ik moet zo over twee minuutjes weg naar die zakelijke appointment. Afspraak. Van de herinnering. Afspraak, ja. En dus kan ik jullie helaas dit keer weinig vertellen over wat ik verder ga doen, maar dat doe je goed. En volgende keer. Ja, oké. Ilse, ik kon een kerstman zijn. Direct. Moeten jullie ook aan de hand van een pet, een hoed, een type maken? Je merkt, nou, bij zo'n type hoort een stoere vent, dus je gaat niet zo. Ik ben de cowboy. Dat past niet. Zo de cowboy. Dat past niet bij het hoedje. Kom maar. Ja, precies, dat past niet bij het hoedje. Snap je? We moeten voor het volgende even een hele kring maken. Wel blijf zitten. Jullie schuiven allemaal ietsje door met de stoel. Dat is een heel. Bedenk ook een beetje wat voor karakter is zo'n persoon. Is het een verlegen persoon? Is het een heel brutaal persoon? Is het een hele opgewekte persoon? En één kenmerk hebben al deze personen
bij elkaar. Deze persoon houden allemaal in elk geval van de natuur. Ik ga hem even aanleggen. Voor- en achternaam. Beroep. Leeftijd. Eén hobby. Wat voor soort mensen is het? Opgewekt, vrolijk, brutaal, volledig. Juist van een natuur. Deze persoon hou je de komende tijd vast. Rijn maar weer terug. Check. Dames en heren, ik heet jullie van harte welkom in het buurthuis De Molenwiek. En jullie zijn allemaal gekomen op uitnodiging van een mevrouw die ik direct hier binnenlaat. Ik ben alleen de beheerder van dit gebouw. En ik hoop dat jullie een goede bijeenkomst zullen hebben. Ik zal de mevrouw even vragen om nu binnen te komen. Dag, dames en heren. Hi. Dag. Ik ben heel blij dat jullie met zoveel op mijn advertentie gereageerd hebben. En ik zal me even voorstellen. Ik ben vrouw van Hiro tot Ginderlo. Ik kom zelf uit de Valkenburg. Ik heb daar een heel leuk kasteeltje van mijn man. Mijn man heeft een bedrijf, maar niet in Valkenburg zelf, maar dat ligt weer ergens anders. Maar waar jullie voor komen is het volgende. Kijk, laatst was ik met mijn 18 poedertjes door het Valkenburgse bos aan het wandelen. En opeens, dames en heren, opeens ontdekte ik een van de laatste lieve heersbeestjes. Die dreigen uit te sterven, meneer. Oh. En dat wil ik voorkomen. En daarom heb ik opgericht de Vereniging ter Bescherming van het Lieve Heersbeestjes. Ja, misschien voor alle lieve mensen doen het nu. En meneer, u hebt het niet helemaal begrepen, geloof ik. Ter bescherming, zei ik, van het lieve heersbeestje. Tegenkant. Nou, voordat we direct gaan bespreken hoe we dat gaan doen. Van zenuwachtig, de televisie is er ook bij. Het wordt een beetje zenuwachtig. Nou, we zullen het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Nou, direct stel ik voor dat iedereen even zich voorstelt. En even vertelt wie hij is, wat hij zo doet. En waarom je gereageerd hebt op de advertentie. Dus waarom jij ook vindt dat het lieve heersbeestje beschermd moet worden. Nou, ik zal kort iets over mezelf vertellen. Dat heb ik net al verteld. Waarom is... Mevrouw van hier op het Ginderlo. En zo heet ik al 54 jaar. En mijn leeftijd verklappen ik niet. Nou, van beroep ben ik een secretaresse, bij mijn man. En mijn grote hobby is met de poedeltjes in de natuur lopen. En ik heb dus die vereniging. Oh, dat is nog van de kermis. Ik heb ook op de kermis gewerkt, snap je? Ja, dat is even tussendoor hoor. Nou, dat is heel kort iets over mezelf. En dan wil ik iedereen uitnodigen om zich ook even voor te stellen. Dus we kunnen de rij afgaan, maar je mag ook zo. Mag je echt drukken? Die meneer was net als een spraakzaam. Je kunt er maar vanaf zijn. Nou, hallo, ik ben Jack Cannon. Ik mag een botbreker zijn, omdat ik een man mijn vrienden ben. Ik ben 28 jaar, hè. Ik werk in het leger. Ik ben kapitein. En mijn hobby's zijn mijn speelgoedsoldaatjes. En ik vind het heel erg dat er nog maar één lieve heersbeestje is. En daarom wil ik dat iedereen die dat laatste lieve heersbeestje aanraakt, die schiet ik persoonlijk neer. Oh, heel goed. Ja.
inderdaad nodig. Volgende graag. Oh, 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 van je ontzettend Klaus. Hoe zegt u ontzettend Klaus? Oh, ontzettend Klaus, weet je wel. Oh, ik ben 365 jaar en mijn hobby's is lieve heerspecies verzamelen. Alleen, omdat alle lieve heerspecies nou bijna uitgestorven zijn, wil ik dat jullie ook alle grappers uitgroeien, want die morgen zal allemaal uitgroeien. Hoe doet die dat? Ja. Dat wist ik niet. Laten we ze niet meer zien. Dankjewel. De volgende. Ja, ik ben Katja Knip. En ik knip heel graag kaartjes en zo in de trein. Want ja, in de trein en zo is het altijd heel belangrijk dat je heel vriendelijk en zo bent. En laatst liep ik van wagon naar wagon. Toen vloog er ineens een lieve heersbeestje tegen mij aan. Toen dacht ik, god, wat een beestje. Dus ja, ik vind het echt eens niet mogen uitsterven. Nee. Ja. Hebt u dat beestje toen buiten het raam gezet? Of, ik heb de trein laten stoppen en ik heb hem op de grond gezet. Oh, dat is heel goed. Maar dank u wel hoor. Ja, de lieve heer zal u voor altijd lieve heersbeestje heel dankbaar zijn. Ja, ja. Ik ben Charlie Chaplin. Mijn beroep is, ja, ik heb eigenlijk een beroep dat ik wel overal ontslaag. Mijn secretaris worden, ja. als de vereniging wat groter wordt. Morgen, ik ben Dick Tracy. Ik ben al sinds 1950 dood. Ik ben de geest van Dick Tracy. En mijn beroep is detective. En ik vind het natuurlijk heel erg leuk. Dus iedereen die in het milieu vervuilt, die schiet ik ter plekke dood. Ook al. Tweede beschermer. Ja. En mijn hobby is dieven opsluiten en martelen totdat ze dood gaan. Maar als ze doodgaan, dan kunnen ze toch niet meer bekennen. Daarom. En dan weet ik nog niet meer of ze wel of niet gedaan hebben. Of ze bijvoorbeeld het beheerswezen wel of niet vermoord hebben. Nee, maar dat geeft niets. Als ze het milieu wat aan hebben gedaan, dan schiet ik ze dood. Dan ben ik keihard. Ja. Ik heb nog nooit een geest de hand gegeven. Mag ik u een hand? Het is echt, hoor. Het is echt. Dank u wel. Dank u wel. Een geest. Het is echt een plan. Ik heb nooit meegemaakt. De volgende graag. Hallo, I'm Scott Feynman en ik ben ook private detective. Alleen leef ik nog steeds niet zo zijn. Ik ben niet dood. Nou, ik ben 35 jaar oud en mijn hobby is lieve heel veel mensen onder de loepen kijken. Dat zien ze wat beter. En iedereen die ook maar met zijn vingers aan de lieve heel veel mensen komt, dan zoek ik de vingerafdrukken van. En dan probeer ik ze te arresteren. En fijn, dank u wel. We krijgen zo echt een sterke vereniging, hoor. Is een vrouw? Ja. Oké, maar ik ben nu wel uit de hoofd. Ja, ik ben een barmanaat van de politie komen. De zoekbarmanaat. Van Muitendorp en ook zo'n hele moeilijke naam. Ik weet het even niet meer, maar dat zeg ik dadelijk wel. Maar u bent in elk geval ook van Adolf? Ja. Oh, wat is het wel mijn vanavond? Leuk. Zo, jullie passen op elkaar. Ja, leuk hè, leuk. Nou, en ik ben 35 jaar en mijn hobby's zijn planten verzamelen. En op die planten, daar mogen geen luisjes op komen. En dan moeten er heel veel lieve heerspecies komen. Dus daarom mogen ze niet dood. Daar,
had ik nog niet zo bij stilgestaan, ja. Ja, maar die luizen mogen ook niet dood. Wat zegt u, meneer? Luizen mogen ook niet dood, die zijn ook natuur. Jawel, maar die breken dan natuurlijk een beetje af, is het niet, mevrouw? Ja. Wat baronessen, of moet ik baronessen zijn? Ja. Baronessen zegt, die breken de natuur meer af. En die beheersers, die beheersbeesten bouwt er meer op. Ja. Ja, zo is het. Ja, dank u wel. Mevrouw? Dag beste mensen, ik ben Marie Breinand. Oh, ik ben 72 jaar en ik werk de zon nog niet. Maar mijn hobby is breien. Dat doe ik dit leven nog. Oké, naast breien doe ik nog aan wandelen door de natuur natuurlijk. En vroeger, toen ik jong was, toen kon ik altijd van die mooie lieve heersbeestjes steken. Maar die zie ik nu dus nog meer en die wil ik weer terugbrengen. Daarom doe ik hier aan. Fijn, dank u wel. Ook weer. Goed. Oh, hij had zo'n stam. Hallo. Simon Stam. Ook wel, stoere stam. Mijn hobby's zijn taekwondo en opdrukken. Ik wil het niet graag worden. Maar iedereen die aan het lieve heersbeestje komt, die waarschuwt bij deze, ik ken taekwondo. Hoe oud ben je? 30. Nou, is dat oud. Goeie vraag. Volgende, meneer. Hallo, ik ben Woutwoud. Doen die Wout van achteren en Wout van toe? Ja. Ik begrijp het even niet. Ik dacht dat u... is een beetje staan van Woutwoud, snap ik. Maar u heet Woutwoud, oké. En ik ben 35 jaar en mijn hobby is bonnen geven aan mensen die aan de lieve heersbeestje komen. Wat is je beroep? Ja, mijn beroep is agent. Nee, wat? Ja, wou het is zelden. En verder mee. Wat ben je? 35. Oké, dank u wel. Hetzelfde bed hebben we zo achter ons straks. Ja. Dat wordt een schitterende vergeten die boek. Uw mevrouw dan. Hallo. Ik ben Linda Dekkers en ik ben de beroemde zon Daphne Dekkers. Ik ben van beroep, ben ik topmodel. En ja, zie je wel. En ik ben 25 jaar. En ja, laatst was het tijdens mijn hobby, toen werd ik gefotografeerd. En toen zat er een verheersbeestje op mijn trui. En ik dacht, goh, dat zijn toch gewoon mooie beestjes. En die mogen dus echt niet uitstellen. En daarom doe ik daar hier aan mee. En dat zijn dan alle foto's van u in de oude jaartijd. Ja, nou u het zegt, u kan het kloppen. Wil niet te indiscreet worden hoor, want we hebben een nette vereniging. Dat was de vergadering. Je houdt het petje. Want ik wil nog een paar kleine scènetjes gaan doen met twee personen direct. Restaurant, wat een hele goede naam heeft, 70 smaken, betekent dat ze 70 schitterende menu's hebben. Ze hebben ook een ober die in Zwitserland op de hotelschool heeft gezeten, dus een hele goede ober. Iedereen wil graag een keer in het restaurant eten, alleen helaas is nog maar één tafeltje vrij, terwijl er twee personen komen, ja, en het is wat gek altijd om bij vreemden aan tafel te gaan. Maar, ja, het moet toch, want er is geen enkele plek meer open. We gaan dus direct zien dat twee mensen in het restaurant komen, een hapje gaan eten.
En de tweede die gaat dan iets later daarbij zitten. En ik geef direct nog een opdrachtje aan de tweede die daar gaat zitten. Ik snap het niet helemaal. Jawel, dan zie je dat. Ja, dat snap ik wel. Oké, okay. Je vermoedt dat dat zoon is van een oude middenmeerkast. Hij heel voorzichtig uitblazen, je durft er nog rechtstreeks te zeggen. Dus je moet hem goed aankijken, dat zijn die zelfs. Ik weet de hoed, hè. Dus dat is misschien niet. Ja. 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 Ja, slaak je hond, slaak je in één. Moet daar de spoelen. Dag meneer. Dat is van de dag. Ja. Dat zijn overheerlijke spruitjes. Ja, dat geloof ik wel. Schep me op. De spruitjes van de ankenemmer. Ja, opschiet me ja. Die heeft honger. Ja. Zou ze een extra portie doen? Ja. Lekker voorhand. Oké, meneer, kom. Ja. Kijk eens zo. Ga we nog mee? Wij zijn wel een heel net restaurant. Ja. Dank je wel. Kijk eens meneer, een extra grote portie. Heel erg bedankt. Ja, laat dan mijn stek voor mij. Heeft u zelf een stek mee? Ja. Die twee handen heb ik van onze lieve jaar gekregen. Maar het is een beetje glibberig. Nou, niet mooi. Ik denk dat je alle mensen gaat kijken. Hoe vaak moet ik nog zeggen, ik heb mijn handen? Niet een
is ijs. Het is ijskoud. Ja, vind jij dat het ijs is? Heeft op dezelfde manier. Is uw broer misschien 73? Dat is mijn vader! Oh ja. Weet u hoe David? Ja. Dat vroeg mij wel. Ik ben op mijn 7 nog veel weggelopen. Ik moet een beetje rennen. Ja, dat is licht, hè? Mijn vader is namelijk een oude winnaar van mij geweest. Ik wist dat die jet was, maar zo erg. Oh, over de rekening! Ik was er al op voorbereid. Kijk eens, een minuutje. Schiet eens op! 55. En in die lijst! Wat zijn jullie? Ja, maar u heeft een dubbele post. Schiet eens op! 55. Schiet eens op! U zei dat een dubbele post kreeg met z'n geld! Schiet eens op! Meneer, u kunt ook met een creditkaart betalen. Creditkaart? Ja, maar niet! Meneer? Ik kan een beetje koffie geven, maar dan werkt toch op zijn minst 50 euro. Is dat mijn vader, hè? Ja, niet meer. Meer tientje kan ik krijgen. Weet je naam, ik geef u door aan de politie. En die komt er nooit meer. Ja, je weet niet eens hoe ik heet. Ja, ik hoor. Ja, kom op met die wow, ik die kan komen. Ja, ik denk dat ze... Zo aan de taal. Zo aan de taal. Ja, maar hij heeft hem niet aan. Graag. Ik vind dat je alles opgenomen is. Even een vraag aan het publiek. Kon je het type herkennen in deze scène, zoals hij zich straks in het lied vertelt? Ja. Wat zag je daaraan? Ja, aan zijn gedrag. Stoer. Stoer. Dat hield hij goed vol in de scène. Dat is mooi. Mevrouw Breinaald, kon je die terug? Ja. Ja, wel netjes. Netjes? Wat ouder, rustig vrouwtje. Ja, dat is even goed. Inderdaad. Heeft ze gehad? Ja. Wat ze herkende in hem, vader, die zei vroeger als minnaar. Nou, zo kun je dus met verschillende types scènes gaan maken. Het is bijna tijd, dus we stoppen er nu mee. We gaan er een andere keer mee verder. De hoeden en de petjes graag weer op tafel. Right.
Dat is het. Andere kring. Je mogen stappen terug. Andere stappen aan de hoogte. Ja, ben even met. Jullie hebben... Allemaal. Direct lijkt daar wat spullen neer. Dan kies je er eentje uit. Die gaat weer naar je
Dat werkt er bijna. Ja, dit zijn de laatste. Oké. Maak je keuze. We kunnen het naar de hand zien. Ja. Nee. Nou ja. Luister, de volgende dingen ga je nu bedenken. Allereerst bedenk een beroep dat deze figuur heeft met deze pet. Een beroep. Bedenk een voor- en een achternaam. Bedenk een voor- en een achternaam. Bedenk de leeftijd van deze persoon. Bedenk een hobby van deze persoon. Bedenk hoe deze persoon zich meestal gedraagt. Is het een verlegen persoon? Of is het een heel brutale persoon? Is het een verschrikkelijke chagrijn, of is het een hele opgewekte persoon? Eén kenmerk krijgt iedereen van mij mee. Je persoon houdt in elk geval van een natuur. Herhaal voor jezelf even het hele rijtje: de beroep, de leeftijd, hobby. Persoon is het op het algemeen. En komend half uur ben je die persoon. Je draait je nu op als die persoon weer om naar mij. En wij zijn hier in buurthuis De Brembocht in Veldhoven. Er is een vergadering aangeschreven en ik ben heel blij dat er een aantal mensen zijn die naar deze vergadering willen komen. En er komt direct een mevrouw die heeft deze vergadering aangeschreven. En die zal jullie verder vertellen hoe dat gaat, want ik weet er ook verder niks van. Ik ben alleen maar beheerder van dit gebouw en ik moet zorgen dat hier goed warm was, dat er licht was, dat er straks in de pauze koffie is. Maar ik zal even kijken, want die mevrouw is wat laat, die zou voor 9:30 hier zijn. Dus ik zal even kijken of ze er al is. Is er nog een echte of is dat? Dat is echt. Ja, ik weet het niet. Ik kan het niet weten. Ja, want kijk, ik zal mezelf even voorstellen.
Met naam heb ik net al gezegd, dus van hier op het gundel ook. Dat is echt agro. En ik woon in Valkenburg. Daar hebben we een hele klein gedeelte, mijn man en ik. En die naam die heb ik al 54 jaar. Mijn leeftijd vergrap ik jullie lekker niet. En ik ben secretaresse bij mijn man. En als hobby heb ik mijn 28 poedeltjes uitdragen, smiddags. Ja, smorgens doet de burger het, maar smiddags doet het zelf. En nou zeg, laatst ontdekte ik dus, toen ik zo met al die poedeltjes aan de gang was, dat er bijna geen nieuwe heerspecies meer zijn in Valkenburgse bos. Tja, dat is heel erg. En toen heb ik direct tegen mijn man gezegd, wij gaan daar iets aan doen. Nou, en toen heb ik gezegd, een vereniging ga ik oprichten. Ik ga het hele land door. Ik ga bijvoorbeeld naar Amsterdam en naar Groningen en naar Veldhoven. En alle natuurliefhebbers groeien bij elkaar. En dan gaan we vereniging oprichten, zodat wij daar iets aan kunnen doen. Dat is mooi, hè? Ja. Nou, ik stel voor dat voordat we de zakelijke kant gaan bespreken, dat iedereen zich even voorstelt, dus dat direct iedereen even hier komt staan, even zijn naam zegt, wat hij zo doet, voor de kost, voor het beroep, net zoals ik secretaresse ben. Ik ben hier een goede hoor. Zijn naam, dus het beroep en zijn leeftijd en waarom je zo graag lid wil worden van deze vereniging. Dat zou ik graag van iedereen even willen horen. Ja? Goed, dan doe ik het. Stapje opzij. Als iemand wil beginnen, anders gaan we het rijtje af. Meneer, komt u maar even naar voren. Ja, mijn naam is Willy Kent en mijn beroep is detective. Ja, en ik ben wel een beetje schietgraag. En waarom wil u dit wel van deze vereniging? Dat die VSW zijn product. Oh, mooi, mooi. Detective, u zou dus ook verborgen lieve heersbeestjes kunnen opsporen? Ja? Hoe doet u dat dan? Dat zijn lieve heersbeestjes die ik heb. Wat zegt u? Lieve heersbeestjes. Oh, interessant. Kunt u dat even uitleggen hoe dat werkt? Nou, ik pak een lieve heersbeestje. Die stop ik in mijn machine. En dan ga ik naar weer uit. Oh, die zoekt zijn vriendjes en vriendinnetjes dan. Oh, dat is zo, dat is interessant zeg. Nou, u hebben we heel hard nodig hoor. Fijn, dank u wel. De volgende. Hallo, mijn naam is Jan Wiek. Ik ben productiehulpberoep, 43 jaar. En ik kom bij deze vereniging omdat ik hoop dat die vechtjes de pas zullen beschermen waar ik niet kan sluiten. Oh, u wilt er eigen voordeel mee halen. Ja. Nou, dan moeten we straks even bespreken hoor. Maar u steunt in elk geval de vereniging. Ja. Fijn, goed zo. Dank u wel. Oh, had u ook nog andere bezigheden, hobby's? Ja, een beetje huis. En mag dat hier? Je veld horen? Nou, dat is ook zo. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn hoor. Dat kan heel gevaarlijk zijn hoor. Ik hou er niet van. Fijn, dank u wel. U mevrouw. Hallo, ik ben Katie Kak. Ja, ik ben niet echt kakker, dat zegt alleen mijn naam. Ik werk als schooljuffrouw. Ja, en ik pak de kinderen heel hard aan. Ik hou echt niet van dat geklets en zo om mijn les. En ja, ik ben 30 jaar. En ik hou ook nog niet veel blijven. U houdt gewoon in het algemeen ervan, of? Ja, ik vind ze gewoon wel interessant. Ze zijn interessant. Wat vindt u het interessante, hè? Gewoon prachtige kleur rood, van die zachte stippetjes. Ja, dat vind ik ook zo leuk. Die mooie stipjes erop. Ja, dat vind ik inderdaad heel leuk. Ja. Fijn, dank u wel. Ik ben Françoise Baudely. Ik kom uit Frankrijk. En ik draag bij die heersbeestjes verschijnen, omdat die mooie schippen mij inspireren tot prachtige jurken en zo. En mijn hobby's zijn
kunstjumpen van de Eiffeltoren. Ik heb daar ook een beetje een kunstbeen aan boven gehouden. Maar dat is niet erg, want ik hoef zelf niet als model te lopen. Dat lijkt me interessant, zeg. Daar wil ik... Laat maar nog meer van mijn hoofdbeen, dank u wel. Hoe was uw naam? Françoise Modelli. Of Françoise Modelli. Fijn, dank u wel. U mevrouw? Nou, ik ben mevrouw Smits en ik leg etiketten af. En ja, ik ben 30 jaar. En ja, ik hou gewoon heel erg veel van universiteitjes, omdat ik ze zelf graag bekijk met een loop. En ja, ik vind het wel leuk in de tuin. Zit dat er bij u in de tuin nog veel? Nou, niet zoveel meer. Ja. Alleen bij mijn luizenplant. Bij u wat, zegt u? Ja, mijn plant zit allemaal luizen. En dan, dan komen ze erop af. Ja, ja, dat heb ik ook gemerkt. Ja. Dus het zijn dus ook nog hele nuttige diertjes, hè? Ja, maar ze zitten zat op die plant, de luizen. Het zijn er genoeg. Te veel eigenlijk. En te weinig die veerspeesjes. Nou, ze mogen ze hebben. Oh, ja. Fijn, dank u wel. Sandwiches maken met diezelfde figuur. De vergadering is afgelopen. De mevrouw heeft nog gevraagd om, als jullie straks naar buiten gaan, alvast een tientje te geven voor de eerste kosten. En zij is intussen weer op weg naar een andere vergadering, want ze trekt echt nu heel snel het hele land door om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen.
daar zit kolonel buitendienst. En die praat wat te hard, die is al een beetje doof. Nou, hier zitten ook nog wat jongeren. Volgens mij zijn die ook die twee die daar zitten te zien, dat die handjes zitten. Ja. Alleen deze tafel is nog vrij. En direct komen twee personen nog binnen, die elkaar niet kennen. En ja, die moeten dan maar bij elkaar in één tafel gaan zitten. Dat is niet leuk aan een klein tafeltje. Maar eten is dit best wel een beetje dat het helemaal vol zit. Ik kan u wel die stoelen aanbieden bij die mevrouw. Ja, ik heb zo'n honger, dan doe ik dat maar. Wie heeft eer bij mij te zitten? Ik. U en het kind. Kati Kok. Kati Kok, dat is een drollerig gedaan. En hoe weet u dat wel niet? Ik is de Françoise Modeli. De wereld befaamde, schitterende, prachtige modeontwerpster? Nou, zo beroemd bent u anders niet, want ik ken u niet. En ik heb het in uw mond houdt, want ik vind het anders niet zo gezellig. Over! Wat blijft, ik wil het zelf niet verblijven. Ik wil in het zaterdagje voor één niet met zo'n vreselijke vrouw die mij niet eens kent. Ik wens niet dat u mij beledigt. Ik wel. Ik weet het goed, maar het aperitiefje is van de zaak. En ik dan? Kan ik u dan op het aperitiefje van de zaak? Ja, jij graag. Een glaasje wijn, een chaletje. Een glaasje wijn. Een glaasje wijn. Wil je het? Wil je het? De worst?
een gepeperde zuurkool voor tafel 38. Wilt u wel ophouden met dat gesnik, zeg? Snik niet, mevrouw? Nou, wat hoor ik dan? U hoort niks! Zo, ik ben niet met je, niet met je! Dames, dames, dames. Misschien alvast iets eraf brengen, een bordje. Frietjes, kacht dat of gerecht of met rondjes erin? Doorgerecht. De rechte frietjes. Oké, de rechte. Dank. Hamburg speciaal met rechte frietjes voor tafel 31. Ja, kleine aardappeltjes, schijfjes gebakken aardappeltjes, driehoekjes gebakken aardappeltjes.
geschrokken. Ja, want zij dacht in hem een vroeger vriendje te ontdekken. En ze durfde dat, ze moest het voorzichtig doen, ze durfde niet openlijk te vragen, hé, ben jij die en die, waar ik nog lekker mee ben gaan dansen in de kerst. Dus ze moest dat heel voorzichtig doen. Oké, we moeten stoppen, want het is bijna 10 minuten. Dus we gaan nog wel eens vaker met die figuurtjes verder. Ik vond het heel leuk, het waren hele mooie types.